Elke week is er één bompa die de eerste ronde voor zijn of haar rekening neemt. Hey. Oh. Lies eraan. Zinna. Huppla. Ja, dat is jammer. Elke keer op, man. Chambrein. Ik heet Elisabeth. Ik ben 73. Ik ben in Duitsland geboren en mijn passion is schieten. Met iedere sport moet de jong beginnen. En ik was toch al 27 en dat was toch een beetje laat. Ik heb veel kampioenschappen gewonnen. Eerste positie in Europa kampioenschap. Normaal, het schieten is een sport die heel zelden van vrouwen doorgevoerd wordt. Maar dat is iets wat ik graag wil doen, zolang als ik kan. Heren, mag ik jullie voorstellen? Dit is Elisabeth, onze schietende oma. Dag Elisabeth. Oma, ja, juist. Aangenaam. Het is straffig, je zou het daar nooit geven. Nee, nee, nee. Zo, staat er met haar zonnebrilletje, de gauworenbelletjes en al. Een ringenskanaal. Geweer. Bam. Ze schiet er niet naast, we hebben het al gezien. Nu weten jullie waar de uitdaging ligt. Ja. Jullie gaan kleiduif schieten. Nu, ja. Ik begrijp dat als jullie het zouden opnemen in een rechtstreeks duel met dezelfde wapens, dat jullie waarschijnlijk nooit zouden winnen van Elisabeth. En daarom hebben we het voor jullie een beetje aangepast. Jullie schieten zo meteen om de beurt. Mm-hmm. Elisabeth schiet alleen. Jullie mogen met z'n drieën tegelijk schieten op één doel. Je laat het er heel kinderlijk uit. Moet ik even dus het is echt belachelijk als je er niet in slaagt. Het is een moeilijke sport, hè, Elisabeth? Ja, het is eigenlijk niet gemakkelijk, hè, Elisabeth? Nee. Ja, maakt u bos maar nat. Ja. Dat denk ik ook. Ja. Allee, dat moet toch lukken, mannen. Ja. We zijn toch uit het schietkraam geweest allemaal, dus... Ja. We spelen op de PlayStation. Ja. Voilà, het is dus 3-1. Bompas, wat denken jullie ervan? Wij hebben ons vertrouwen. Die zijn nog niet goed wekker, die mannen.